van Revo tot Rasta en van Hindoe tot Bahai, het alziend oog van de Rayleigh radar ziet alles. Deze maand is onze blik gericht op de Sunday Assembly. Ik ben Jan Willem, 25 jaar, sociaal ondernemer en christen. Maar het leuke is dat in Sunday Assembly kijken we niet naar of je christen bent of atheïst bent of dat je wat dan ook bent, ook al vereer je postduiven. Iedereen is welkom. Oeh, toch ook nog wel veel nieuwe. Dat is altijd exciting. Van harte welkom. Heel hard leuk dat jullie er zijn. Geef elkaar even, de mensen die hier nog nooit zijn en de mensen die hier al vaker zijn, geef even een high five. Een high five, een hand, een knuffel, dat mag allemaal. Sunday Assembly is een gemeenschap van mensen die bij elkaar komt, een waanzinnig leuke tijd heeft. Het feit dat we leven viert rondom het motto Live Better, Help Often en Wonder More. Ik droom van een Tinder, van een internet waar je leven geen droom is. Waar je je puinhoop aan me durft te laten zien. Waar ik je mag omhelzen in je gebrokenheid. Want één ding is erger dan de hel. En dat is een namaakhemel. Ja, in de media worden we wel eens de atheïstenkerk genoemd. Maar dat is eigenlijk een hartstikke verkeerd label. Het lijkt een beetje op de kerk, omdat we ook samen zingen. En omdat we een spreker hebben in plaats van een dominee. Hebben we een gastspreker die vaak een coach is uit het bedrijfsleven. En een beetje in het format van die TED Talks. Dus van korte boodschappen van zo'n 15 minuten. Die bedoelen om te prikkelen en inspireren. Maar iedereen is welkom. We zijn radicaal inclusief. Dus dat betekent dat je ongeacht je culturele geloofsovertuiging gewoon komen. Is leuk. Als je zeg maar aan het contact leggen bent met iedereen. En je ontmoet lekker veel mensen. Word voor heel even verliefd op je gesprekspartner. Okay. Alleen voor dat moment. Ja, Sunday Assembly komen we niet zomaar bij elkaar, maar we komen bij elkaar rondom het motto. Dat is Live Better, Help Often en Wonder More. En het enige wat gaver is dan ons motto is onze missie. Dat is om iedereen te helpen zoveel mogelijk uit dit leven te halen. Hey, en wat is jouw goede daad onlangs geweest dan? Mijn goede daad? Nou, ik heb onlangs iemand voorgelaten bij de kassa die minder dingetjes in het mandje had dan ik. Dat vond ik echt heel fijn. Maar die persoon die keek niet echt alsof hij het waardeerde, alsof het heel vanzelfsprekend was. Terwijl ik voelde me een soort heilige. Zo simpel is het. Is het niet te simpel? Ja, het is natuurlijk niet zo dat als jij zomaar je plek weggeeft bij de kassa, dat je dan een goed leven hebt. Maar misschien is het een begin. Desperado. No, you ain't. Ja, we zijn altijd wel redelijk fan van religies in de zin dat we naar ze kijken en daar heel veel goeds in zit. Bijvoorbeeld het idee om samen te komen, samen te zingen. Positieve psychologen zeggen heel vaak dat het een goed idee is om positieve indrukken te structureren en dan te herhalen. Dus dat is eigenlijk ook wat we doen. Dus we lenen wel eens wat van religies. Als je vanavond eet, kijk eens hoeveel mensen er aan jouw eten te pas zijn gekomen. Hoeveel handen zijn er daarvoor nodig geweest? En jeetje, wat zijn we toch verbonden, dacht ik toen. En je voelt het al, hè? Die droom is groot, hè? Om daar iets van te maken. Om dat te vertalen. Waartoe ik op aarde ben? Nou, ik heb mijn eerste koffie nog niet op en dat wordt me gevraagd. Maar ik denk dat het... wat voor mij heel erg belangrijk is, is het zoeken naar zelfontwikkeling. Ik denk dat we allemaal waanzinnig veel in ons hebben. En ik denk dat we dat nog niet altijd evenveel uit ons halen. Dus ik vind het heel mooi dat we in Sunday Assembly een arena hebben waarin je je talenten kunt ontwikkelen. En waarin je nadenkt. Live better, zei ik al even. Dat is het eerste deel van ons motto. En dan kun je nadenken met z'n allen, maar wel voor jezelf. Wat betekent het voor mij om beter te leven? En ja, dat is toch wel heel erg bijzonder als je dat kunt doen. En kunt zeggen van over een jaar ben ik toch op een positieve manier iets anders dan dat ik nu ben. Dit was de Rayleigh Radar voor deze maand. Maar pas op, we houden je in de gaten.